Hallo en welkom bij Paul Smolle Twijnstof. Vandaag een keer niet de werkbank, maar een baandeel. Wat ik hier heb liggen. Deze kant hier is de muurkant. En aan de andere kant, dit loopt nog een heel stuk door, is de kant die de kamer inwijst. Ik wil hier wat rails op gaan leggen, die wil ik vast gaan maken. Daar wil ik wat ballast op hebben. En misschien dat ik hier nog wat gras leg. Wat ik over heb. En wat ik aan deze kant ga doen. Er zal hier een keer een fietspad gaan komen, denk ik. Omdat het past bij de andere deel wat ik al mee heb geëxperimenteerd. En verder kijk ik nog wel. Wat ik hier ga doen is een beetje wat ik wat geëxperimenteerd heb gemerkt dat wel werkt. Dit is niet een best practices, zo moet je het doen. Dit is meer een uitkomst van wat gerommel wat ik heb gedaan. Waarvan ik ook van sommige delen niet weet hoe ze gaan werken. Dus kijk er vooral naar voor entertainmentwaarde en niet zozeer vanuit een educatief aspect. Daar zullen veel dingen in zitten waarvan je denkt, zou je dat nou wel zo doen? Die hoor ik nou graag, want ik denk dat ik heel veel dingen doe die niet helemaal de bedoeling zijn. Nou, de basis van deze plaat is een houten onderplaat die in mijn baan past en daarop XPS plaat. En dat is eigenlijk fout 1. Die houten onderplaat maakt het veel te zwaar. Ik had rechtstreeks deze platen moeten gebruiken. Ze zijn stevig genoeg. En deze platen zijn XPS platen. En ik heb hier nog wel een restje. Ze zijn, ik heb hier even mijn meetapparaat niet meer. Ze zijn zo dik. En komen van de bouwmarkt. Ze zijn voor isolatie. Ze zijn lekker licht en je kunt er heerlijk in snijden. Maar als je erop leunt, dan krijg je deukjes. Ik vind dat niet zo heel erg. Ik bedoel, een echt landschap is ook niet vlak. Dat komt allemaal wel goed uiteindelijk. Ik ga niet heel zuinig zijn, niet heel precies zijn. Noem het Bob Ross een happy little accidents. Ik zie wel waar het uit gaat komen. Dus even wat lijm erop. Aangezien ik niet een specifiek mooi scenario heb wat ik na wil gaan maken, kan ik gewoon zeggen, het zal even wel. Er zijn speciale lijmen voor XPS panelen. Die zullen volgens mij wat sneller de boel drogen. Spuitbussen zijn er. Heel mooi spul. Ik gebruik gewoon mijn houtlijm en daarmee duurt het maar wat langer. Ik wil deze nog halveren. En deze ook ongeveer zo. Hoppa. Je moet altijd een beetje oppassen met het spul. Met welke lijmen er nu wel en welke lijmen er nu niet werken. Isopropyl alcohol gaat goed met XPS panelen, heb ik gemerkt. Maar ik heb hier ook lijmsoorten. Een soort van, ik denk dat het acetonbasis is of zo. Die vreten er dwars doorheen. Dat kan ook zo zijn doel hebben. Als je een lijm hebt die ergens dwars doorheen vreet. Dan zou het handiger zijn om als je een stuk weg wil werken. Als in dat het oplost. Maar dat is toch over het algemeen niet wat ik zoek. Dus even altijd oppassen. Als je lijm hebt, pak een klein stukje. Probeer het erop, kijken wat er gebeurt. Gebeurt er niks, dan is het goed. Smelt de boel weg.
Dat is niet altijd even handig. Nou, ik vind dit wel recht genoeg, denk ik. Nee, dit is helemaal niet recht genoeg. Zo, zo, zo. Zo, dat is één. Deze komt hier te liggen. Kijk, dat is een goed begin. Je kunt ze ook super dunne XPS platen kopen in de winkel. En die kun je weer. Daar kun je ook weer huizen van maken. Als je zelf een huis wil namaken, dan is dit ook een leuk spul. Zo. Begint het. Hier aan dit einde. Zo dadelijk ga ik hier omheen de schuine randen maken. Die aflopen om een beetje een verhoging te krijgen waar de rails op ligt. Vandaar dus ook dat ik dit nu. Kom. Ik vul dit nu eigenlijk dus op met XPS, zodat ik dat niet hoef te doen met veel duurder spul. Aan deze kant ga ik een stuk afsnijden, dat kan ik dan vanaf hier al, vanaf die kant al zien, die kant. En dat ga ik hier terugleggen. Want ik kom hier aan deze kant ruimte tekort. Ik heb een hele grote bak met restjes. Met alle handen stroken en zo. En dat is allemaal prima veel materiaal om hier gewoon tegenaan te plakken om een begin te krijgen van een vorm. Het hele idee is om een begin van die vorm te krijgen, zodat ik vanaf, vanaf dat begin de hele het mooier kan maken met die sculpta mold, zodat ik een goed uitziend dijklichaam krijg. Maar om dat allemaal met dat spul te doen, het wordt één te zwaar, twee te duur. Dus deze had ik niet nodig, maar zit er wel lijm op. Dit ga ik even laten drogen en ik ga zo dadelijk als het droog is. Zo, ik heb hier overal losse dingen tegenaan geplakt zodat ik ongeveer de vorm krijg die ik wil. En de lijm is nog aan het drogen, dus ik ben her en der wat van enig gewicht tegenaan aan het zetten of op aan het laten drukken. Zodat het een beetje goed droogt. En niet geheel onbelangrijk heb ik hier in het midden een gat geboord, zodat de stroom van de rails hier doorheen kan. Die maak ik weer vast aan een kabel aan de voorkant, die ik weer aan de rest van mijn baan vast zet, zodat ik uiteindelijk dus die connectoren op de punten niet meer nodig heb en het elke bak geheel zijn eigen stroomvoorziening heeft. Ja, dit moet allemaal drogen. Dus ik ga wat anders doen. En ik ga hiermee verder zodra het klaar is. Dan ga ik met de Sculpta-mold aan de gang om hier die hele afwerking overheen te zetten, zodat je alle ruwbouw die eronder zit niet meer ziet. En ook hier rondom de rails het een en ander gaan doen. Een heleboel
spulletjes heb ik hier neergelegd, aangeplakt. En dan zou je zeggen, dit ziet er toch niet uit. En dat klopt. Dit ziet er absoluut niet uit. Maar het is een goed begin om met deze aan de gang te gaan. Zoals gezegd, het is volgens mij gips met papier met misschien nog wat stof erin, als in oude vermalen kleding of zo. Ik weet het niet, het voelt bijzonder. En het idee is dat ik hiermee even zoals afdek, de gaten afdicht. En dat er dan een basisvorm overblijft van een talud. Stof. De verpakking zegt 2 delen van dit, 1 deel water. En ik moet zeggen, ik heb geen idee of die verhouding nu een beetje gaat kloppen. Volgens mij hoor ik daar Oedipus aankomen. Ah, Odie. Ja, dit is gewoon een beetje deddelen. Een beetje mixen, een beetje roeren. En aangezien ik dadelijk toch met mijn handen bezig ga om dit allemaal op zijn plek te duwen, doe ik dat ook gewoon met mijn handen nu al. Hey, hallo, kom je erbij? Poes komt even hooi zeggen. Op zich niet het meest handige met mijn 4 handen, maar goed, we kijken wel of die erbij komt. Zo. Dit spul is niet giftig. Is hartstikke handig. Als er dus als je iets wil doen met. Met de kinderen, ik weet niet wat er gebeurt als ze dit opeten. Maar ze zullen er in ieder geval niet meteen aan overlijden, zullen we maar even zo zeggen. Nou, er staat in ieder geval, het is niet giftig. Ik denk alleen niet dat het heel handig is als dit verstopt raakt. Ik denk dat dit een klont gaat worden. Nou ja, zoals je ziet, het is een beetje kleien. Hier is hij nog wat droog. Ik ga dit even lekker verder afkleien en daarna laten zien wat het geworden is als het allemaal op zijn plek zit. En ook als het helemaal droog is, is de volgende stap natuurlijk een kleurtje erop. En het kan zijn dat ik dadelijk stukken vind dat ik denk dit is helemaal niet handig. Nou, dan kan ik er nu nog wat aan doen. Bijplakken ertussen doen. Om mij hier nu te gaan zitten kleien lijkt mij ook niet heel erg interessant. Goed, gaten zitten erin. Het heeft lekker veel relief zoals je kunt zien. Dit wordt de ballast die ik ga gebruiken. Die is grijs zwart, dus ik ga dit middenstuk ook in die kleur doen. Dus de beddingen en de zijkanten. En deze kant hier gaat in een wat bruinere grijs. En daar ga ik dat even kijken. Ik heb hier acryl. Kleur. Ja. Het zal vast. Ja, zwart. Het zal vast een mooie naam hebben, wou ik zeggen, maar dat valt mee. Hop.
Je kunt heel zuinig zijn en je kunt heel voorzichtig zijn. Of je gooit gewoon het een en ander bij elkaar. Je doet wat water bij en je kijkt wat eruit komt. En dat is over het algemeen wat ik doe. Dus mijn stukken plaat lijken ook nooit op elkaar. Ik doe er nog een beetje bruin bij. En ik denk dat die net wat te donker is. Zo. Waarom dit? Geen idee. Kwast. Ik denk dat ik meters wil maken. Een beetje een klein lullig bakkie. Ik meng het ook niet helemaal. Dan krijg je nog wat... Het kleureffect. En weet je, als het niet goed is, doe het gewoon nog een kleurtje eroverheen. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Nou, op de sculptor mold kun je eigenlijk vrij verdund spul smeren. Dat gaat goed, maar als je het recht op deze platen smeert en het is erg waterig, dan krijg je dat het niet goed pakt. Een beetje vanaf loopt. Zo. Ik probeer er wel op te letten dat ik op deze laag niet te veel witte plekken overlaat, aangezien die strakjes weer moeilijker zijn om op te vullen. Dus ik probeer in ieder geval hier zo in het midden alle kleine gaatjes en zo allemaal mee te pakken. En hier aan de zijkant ga ik er dadelijk toch nog een keer overheen. Als je wil leren verven, dan zou ik naar een YouTube kanaal gaan over leren verven. Iets wat ik zeker ook zou moeten doen. Ik gebruik acryl omdat het niet stinkt. Omdat ik dan de kwasten in water kan zetten om ze te laten drogen. En ik hier niet een half gasmasker op hoef te gaan zitten vanwege alle terpentine dampen. Ik heb mijn acrylverf ook gehaald in een hobbywinkel, of een, hoe noem je dat? Ja, een winkel die zich specialiseert in hobbyspullen en verfspullen. Ik denk dat als ze dit bij de gamma hebben, dat je er veel te veel voor betaalt. Dit gat waar de camera recht in kijkt, dat ga ik straks nog opvullen met iets. waarschijnlijk als de kabels erin liggen, een boel steentjes en wat lijm. Dat je dat niet zo ziet. Dus daar ga ik nu niet al te veel aan doen. Zo, ik heb hier even wat verf neergelegd, want ik kan het gewoon hier ter plekke mengen. Dit is een onderlaag. Hieroverheen ga ik wat gras leggen wat ik nog over heb. En ook hiervoor geldt, ik wil een laag hebben dat als er ergens geen gras ligt, dat het gewoon, dat het gedekt is, dat je niet meteen het witte ziet. En omdat je dus geen wit ziet, trekt het de aandacht niet en valt het niet op dat hier eigenlijk gewoon een brei aan verschillende kleuren onder ligt. Doe ik ook voor het taluut. Met name het witte wegwerken. Zo. Nou heb ik nog het over. Dat kan ik gewoon hier smeren. Want als dit de kleur niet wordt, dan komt er wel weer wat anders overheen. Anders spoel ik het toch alleen maar door het toilet. Het opbouwen van de baan met de sculptor mold en het verven is al dusdanig lang dat ik hem in tweeën ga knippen. Of in drieën of in vieren, dat zal ik nog even kijken. Dus tot hier zou ik zeggen bedankt voor het kijken. En wat je nu een beetje ziet is voor volgende week.